Daarnet ben ik gevallen met mijn fiets. En jongens, ik heb fucking veel pijn aan mijn handen. Jullie zien nu waarschijnlijk gewoon een paar schaafwondjes. Maar dit is de meeste pijn van al. Ik denk dat ik mijn pink of zo heb gebroken. Het doet fucking veel pijn. Ik kan mijn controller amper vasthouden. Dus jongens, ik ga proberen er nog iets goed van te maken. Let's go Advanced Warfare live op mijn kanaal. Het hier met vandaag een nieuwe Advanced Warfare live commentary video praat video ding op mijn channel. Zoals jullie al hebben gezien in het voorstukje, ben ik gevallen met mijn fiets. En dat doet zo extreem veel pijn dat het moeilijk is om mijn controller vast te houden. Maar ik ga er proberen het beste van te maken. Negeer al die pain, no gain. En ik ga proberen nog een deftige game neer te zetten speciaal voor jullie. Dus ja, laten we maar beginnen met het leuke onderwerp van vandaag. Het zou natuurlijk geen Aced video zijn, moest ik geen commentary maken over een speciaal onderwerp. Vandaag gaan we het hebben over iets wat is gebeurd in het verleden, in mijn jeugd. Vroeger toen ik klein was, woonden al mijn vrienden erg ver van mij. Want hier in Blankenbergen heb je een soort van het stad, het centrum, en dan heb je twee kanten waar er huizen zijn. En ik woonde natuurlijk aan de kant van Blankenbergen, waar er niemand van mijn klas slash school weet ik veel woonde. Er woonden er natuurlijk wel een paar, maar deze hadden ook gescheiden ouders. En als die bij hun papa waren, dan was ik bij mijn mama en dan waren die niet daar. Dus jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Eigenlijk niet. Maar in de zomer waren er in mijn straat erg veel toeristen. Die huurden hier dan gewoon een appartementje en die waren hier in de zomer. En dan had ik eigenlijk wel vrienden. Want jullie dachten natuurlijk dat ik helemaal geen vrienden had, maar ja, verkeerd gedacht dus. En deze kinderen kwamen dus in mijn wijk wonen en ik zat een soort van, weet ik veel, op mijn terras. Omdat ik iets hoorde. Ik hoorde een soort van skateboard. En natuurlijk, jullie weten ook allemaal, ik ben de skaterboy. Ik skate eigenlijk wel niet meer zoveel, want ik heb niet echt tijd met skaten, terwijl ik YouTube doe, dus ja. Maar die skaten dus. En ik ging naar buiten en ik begon als kleinkind te praten met hun. En als je klein bent, maak je natuurlijk veel makkelijker vrienden dan nu. Ik weet niet hoe dat komt, maar vroeger, als je klein bent, ben je super sociaal. Boeit het je niet wie het is, je wordt er gewoon bevriend mee. Echt vrienden kan je het ook niet noemen, maar boeien. Ik ging dus buiten spelen met deze jongens. En op een bepaald moment kwam één van die twee broers, het waren broers, naar buiten met een soort van babygun. En ik mocht als kind van mijn mama en papa nooit een babygun aanraken. Ze vonden dit geldverspilling, ze vonden dit gevaarlijk, ze zeiden dat het ging leiden tot geweld en allemaal rare dingen. En aan de ene kant moet ik ze wel gelijk geven. Babyguns zijn gevaarlijk, maar welk 8-jarig kind vindt geweren nu niet leuk? Legertje spelen, met plastieke geweren doen alsof dat je schiet. En dan heb je de mogelijkheid om met een babygun echt iets af te schieten dat pijn doet als het op de huid komt. Dus ik was natuurlijk super excited toen deze dude met deze babygun naar buiten kwam. Want ik had nog nooit echt geschoten met een babygun. Het was misschien wel gewoon een handgeweer babygun. Maar ik kan jullie zeggen, een handgeweer babygun komt echt hard aan. En ik zag die twee broers spelen met de babygun. Ze waren op houten plaatsen aan het schieten, zo'n soort van dartboard waar je dan ook punten op kreeg, en zij schoten daarop. En ik, zo excited als ik was, gewoon vragen, ja, mag ik ook eens met je babygun schieten? Want ik had nog nooit met een babygun geschoten en ik wou dit natuurlijk heel lang al eens doen. Ik had al 10.000 keer gevraagd aan mijn ouders of ik een babygun mocht. Elke keer was het gewoon weer nee. Maar nu had ik de kans om met een babygun te schieten en dan ook nog zoals badass kind het niet te vertellen aan je ouders. Dus ik, zo blij als ik was, neem dat handgeweer babygun pistool ding en ik begon met mijn leven die trigger in te duwen van het handgeweer, zodat ik zoveel mogelijk balletjes kon afvuren in een korte tijd, want ik wist dat binnen een paar seconden die jongen waarschijnlijk zijn handgun terug ging vragen. Het moment was daar, die jongen vroeg zijn babygun terug en ik was natuurlijk niet blij, maar oké, ik nam het handgun nog voor een laatste shot. En ik dacht, dit shot moet en zal perfect in de roos zijn. Ik nam het handgun vast. Ik keek erdoor. Ik aimde. Perfect, als een echte legerman. Ik keek recht in de roos van het doel. Ik schoot. Het balletje vloog fucking snel naar het doel. Naar het doel, naar het ding. Hij ketst erop en ketst terug af. Recht in mijn fucking oog. En ik kan niet zeggen recht in mijn oog. Het was er een beetje boven. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar hier heb ik een litteken. En dat is van het balletje. Ik kan dus wel zeggen dat ik super veel geluk heb gehad. Als het geluk mij niet mee zat die dag en het balletje 1 centimeter naar beneden was gegaan, was ik waarschijnlijk nu blind en was ik geen video's voor jullie aan het maken op YouTube. Ik had heel veel geluk. Maar ik ken mensen die echt gewoon door iemand anders per ongeluk het balletje van het babygun in hun oog gehad hebben, gewoon blind zijn. En als je blind bent, denk ik dat je leven niet echt meer leuk is.
Want dan zie je niks meer. En dan ben je zo, weet ik veel, fucked up. En daar kunnen we nog iemand pakken en nog iemand. Oh shit. Jullie vragen je waarschijnlijk af, welk fucking wapen heb jij in je hand? Wel, dit is de Moss. Dit is de elite versie van deze launcher. En zoals ik net al zei, deze launcher is OP als je raakt. En dat is dan ook de moeilijkheid van deze launcher. Je rocket raak schieten. Ik denk dat er hier... Daar is er iemand, aan de overkant van de map. Je ziet hoe traag de raket gaat. En ik krijg zelf een hit maar. Ik wil jullie echt nog tonen dat de kill maken ermee mogelijk is. En dat het toch niet zo moeilijk is om er een kill mee te halen. Maar dat het gewoon extreem moeilijk is om je raket zo te timen dat je kill krijgt. Oké, daar is er iemand. Ja? Ja? Nee? Ja, toch niet. De raket vliegt fucking traag. Je kan het een beetje vergelijken met een RPG. Want dan zie je die kogel ook echt zo vliegen. Maar deze rocket launcher echt. Als je hem hebt, ik ga hem gewoon intraden voor XP. Want hij is echt crap. En toen ik deze in mijn pakketje kreeg, dacht ik eerst van yes. En dan speelde ik ermee en dan dacht ik echt van... Nee, dat is zeker niet normaal, nee. Godverdomme, man. Maar dus hierbij ga ik de video afsluiten. Vond je het een leuke video? Zeker een duimpje omhoog. Dit was een van de laatste Advanced Warfare video's op mijn kanaal. Die zo snel achter elkaar geüpload worden. Want vanaf volgende week zullen we GTA met vrienden spelen. Dus, vond je het een leuke video? Zeker een duimpje omhoog. Like, comment, subscribe, doe alles. Deel deze video om te tonen hoe slecht de mouse is. Ik ben Acid. Ik zeg bitches, adios, tot morgen.